Een amper broekje, dat zou Zuid-Afrikaans zijn voor een string. Nog eentje, bromponie. Brommer. Heel logisch allemaal. Nou, voedselfabrikant Knorr gebruikt ze in een commercial om een Zuid-Afrikaans gerecht in een pakje te promoten. Ja, wat wij ons afvroegen, heeft Knorr die grappige woorden in een creatieve bui nou zelf verzonnen of bestaan ze echt? Nou, we vroegen het aan de Zuid-Afrikaanse bijzonder hoogleraar in de letterkunde, Ina Jansen, en aan de bedenker van de Knorr-reclame, Gerard Bruins, ook een Afrikaner. Zuid-Afrikaans voor beginners. Bromponie. Pletterpet. Amper broekie. Huisbakkie. Ik vind dat een hele creatieve advertentie of reclame. Want zij hebben gereageerd op wat bekend is voor Nederlanders in verband met het Afrikaans. Dat het Afrikaans creatief is. Dat het Afrikaans veel verkleinwoordjes kent. En daar hebben zij op ingespeeld. Wat ik niet mee eens ben is die feit dat dit... de taal Zuid-Afrikaans noemen en niet Afrikaans. Een misverstand is dus dat veel mensen denken dat Zuid-Afrikaners Zuid-Afrikaans spreken. Dat klopt dus niet. Het is Afrikaans. In de Afrikaanse taal komen veel Nederlandse woorden voor die een totaal andere betekenis hebben. Zoals bijvoorbeeld het woord mus. Ik heb een keer gehoord van een Zuid-Afrikaanse vrouw die naar Nederland kwam en haar Nederlandse gastheer vroeg haar, hoe zal ik jou herkennen? Toen zei ze, ik zal degene zijn op het station met een mus op mijn kop. En daarmee bedoelde zij een muts en niet een vogeltje op haar hoofd. Want in het Afrikaans is een mus is een mossie. De Afrikaanse taal is een creatieve taal. Wij vroegen mensen op straat hun fantasie te gebruiken om gewone Nederlandse woorden te vertalen naar het Afrikaans. Wat betekent bijvoorbeeld het woord stekker? Plugdoos of zo? Stekkie. Ik denk dat het een plugstikkie of zoiets dergelijks zou zijn, maar ik weet niet zeker. Nee hoor, het Afrikaanse woord voor stekker is muurprop. En zo heb je een hele waslijst van grappig klinkende woorden. Funesse, wat zou het zijn? Steekmagneet of zo. Steekmagneet. Pinprikker of zo. Drukspijkers. Voor de Afrikaanse taal hoef je geen talenknobbel te hebben, maar een creatieve geest is een must. Voor nu, mooi blij. Met andere woorden, het ga je goed.